Nou, vandaag hebben we een hele speciale aflevering van In de Stoel. Het is namelijk tweede kerstdag 2018, 's morgens vroeg. En we zitten hier in de Tungelerwallen met de stoelen. En ik heb een speciale gast. En dat is Lisa Scheenaert. Welkom bij mij in de stoel, hier lekker in de natuur. En zij is genomineerd tot sporter van het jaar. En ik wil dit graag aan jou overhandigen. En of je de nominering aanneemt. Dankjewel. Ja, top. Het is de eerste keer dat ik ooit genomineerd ben binnen Weert. Ik ben 13 jaar geleden geboren, dus dat het nog een keer van me gekomen is hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, jij bent 30 jaar. Ja. Je beoefent die sport al 12 jaar sinds dat je bent gaan studeren in Eindhoven. Ja. Oké, hoe ben je in aanraking gekomen met de sport? Vroeger was ik altijd wel fanatiek als kind met atletiek en ik had mijn eigen mountainbike gekocht. Dus ik had altijd wel veel uitdaging gezocht fysiek. En toen ik ging studeren, toen had ik nog nooit van roeien gehoord. Maar het was mijn intro-papa die me overtuigde om het een keer uit te proberen. En sindsdien ben ik ook weer gegaan. Want je hebt altijd heel veel atletiek beoefend. Ja. En je vertelde net, je had wel eens blessures aan je knieën. Ja, toen ik denk ik zo'n 13, 14 werd, toen heel veel last van groeipijnen in mijn knieën en dat heb ik niet laten onderzoeken, maar het ging eigenlijk gewoon niet weg, omdat eigenlijk mijn botten sneller groeien dan mijn spieren bij kon houden. En dat was ook een van de redenen dat ik liever voor alle dingen een beetje kwijtraakte en het roeien heb geprobeerd, want het is veel minder impact op de gewrichten en de spieren. Dus ik gebruik elke spier, maar op een hele andere manier met atletiek. Ik knal je echt heel hard en met roeien is het allemaal veel geleidelijker. Dus is de spierkracht iets dominanter dan de botkracht. En dat wist ik toen allemaal nog niet hoor. Maar daar ben ik later achter gekomen en dat was heel goed te combineren met de pijnen die ik nog had. Ik raakte de sport nog veel meer dan ik ooit van atletiek heb gehad. Dat is nog steeds. Ja, want je vertelde ook het gevoel van die vrijheid op het water. Ja, ja. De snelheid die je maakt. Ja, het is aan de ene kant kan het heel sereen zijn. En je bent echt van alle elementen. Vroeger was ik hier letterlijk als zesjarig kind aan het crossen. Dus afstanden aan het rennen tegen andere atleten. En dat is toch best wel fysiek. Je raakt elkaar nog aan. Het roeien ben je gewoon helemaal op je eigen baan. En je hebt geen contact. En je kunt echt heel erg op jezelf focussen. En de anderen zijn niet zo heel relevant. Het allerbelangrijkste is dat je het uit jezelf haalt. Maar als je bijvoorbeeld traint en het is weer zoals dit, dan Heerlijk. Dat is heerlijk. Ja, op het water en dan op de douw, die ochtenddouw als je heel vroeg traint. En, vogels om je heen en dan ben je echt in een soort van droomwereld bijna. Dat is echt fantastisch. Ik merk dat je ook super veel plezier aan je sport hebt. Ja, anders had ik het nooit meer kunnen doen. Dat is bij mij altijd wel voorwaarde geweest. Dat, als ik het niet meer leuk vind, dan stop ik. Ja. Dat is wel het allerbelangrijkste. Dus dat, ik merk gewoon hoeveel contacten internationaal. Ik kom net in Nieuw-Zeeland van een vriend die had aangeboden dat ik daar prima 2 maanden kon logeren en spullen kon gebruiken. Dus de contacten die je met elkaar opbouwt. Over de hele wereld. Over de hele wereld. Vorig jaar was ik een maand in Amerika. En de roeiwereld is heel erg vriendelijk en faciliterend voor elkaar. En iedereen heeft heel veel plezier in de sport. Dus iedereen gunt elkaar ook heel veel. Omdat iedereen weet hoe hard je ervoor moet trainen om het niveau te halen dat we hebben. En dus er is een ontzettend grote gunfactor naar elkaar toe. En een ontzettend groot respect. Een fijn wereldje om in te vertoeven. We gaan zo meteen eens uitleggen wat het nou exact inhoudt. En welke disciplines er precies zijn. Daar komen we zo op terug. We gaan even naar een stukje van Lisa kijken. Lisa Scheenaert, last year she was sitting in the opposite position to what she is now behind the Olympic champion Merken. Ja, het roeien. We zien het wel eens voorbij komen, maar echt tot in detail denk ik dat niet heel veel mensen nou precies weten wat het inhoudt. Het is een Olympische sport. Het is een focussport van de NOC-NSF. En jij gaat met het roeien de hele wereld over, maar jij bent, je hebt het skullen. En je hebt het boordroeien. Dat zijn twee verschillende
vormen. Ja. En dan heb je daar ook nog eens bij het skullen, dat je in een skiff, dan zit je alleen in een roeiboot. Ja. Met de dubbel 2 met 2 personen, uiteraard dubbel 4 met 4 personen. Dat kan allemaal met het skullen. Ja. En dan heb je de vorm boord roeien. Dat doe je met 2 personen, 4 personen of 8 personen. Ja. En bij het boord roeien, leg eens uit. Het zijn allemaal vrij grote mensen. Sterke mensen. Met skullen heb je dat het aan de ene kant heel erg technisch is. En aan de andere kant is de boot nog relatief klein. Dus je wil vooral dat de kracht die je produceert, dat waard is. Dat je niet te zwaar bent voor het vermogen dat je kunt produceren. Een beetje technische termen allemaal, maar we noemen dat wattage per kilo. Dus dat je echt een soort van lean, mean fighting machine bent. En met boordroeien wil je vooral dat je vooral heel veel lengte hebt. Omdat je hefboom groter wordt. Omdat je hebt met boordroeien 1 riem per persoon. Dus dat betekent dat je eigenlijk, als je in de boot zit met roeien, ga je achteruit. Dus je gaat of rechtsaf of linksaf. Rechtsaf is bakboord, linksaf is stuurboord. En met skullen heb je dat je zowel stuurboord als bakboord als 1 persoon aandrijft. En dat betekent dus dat je niet links of rechtsaf gaat, maar rechtdoor. En aan 2 riemen, elke hand 1 riem hebt. Met boordroeien heb je met je 2 handen 1 riem vast. Ja. Dus als ik zag een boordroeien, ben ik meestal bakboord. Dus dan ga ik rechtsaf. En dan draai ik dus om 1 punt heen in plaats van 2 punten. En het grappige aan deze sport is ook, je vertelde net, je gaat achteruit. Ja. Je zit op je... Ja, en hoe noemde jij dat net? Ja, een hele bekende roeier uit Engeland. Die noemde het dusdanig rowing. The only sport where you can sit on your arse and go backwards. Er zijn een paar jetsporten. Bijvoorbeeld fietsen is er een van. Roeien is een ander. Volgens mij is de enige Olympische sport waar je letterlijk niet ziet waar de finishlijn ligt. Nee, want je gaat achteruit. En je ziet dus hoe meer... Als je met 6 mensen aan het roeien bent, 8. Ja. 8? Ja. Dan hoe meer je er ziet, hoe beter je bent. Oh, zo ja. 6 mensen. Ja, je hebt 6 banen naast elkaar in WK's of Olympische Spelen of EK's, NK's. Dus 2 kilometer afstand die wordt over 6 banen verroeid. En als je 5 mensen 18 ziet liggen, dus in jouw oogveld, dat betekent dat je de eerste bent eigenlijk. Dus daar hoef je ook niet om te kijken. Okay. En je hebt banen met boeienlijnen. En die geven je aan of je midden in de baan ligt. Dus je hoeft alleen maar rechtdoor. Dus je hoeft eigenlijk ook niet om te kijken als je voor ligt. Hoe hard ga je dan eigenlijk ongeveer? Als ik in mijn eenmansboot zit, dan ga je dus... Dat is het traagste nummer, omdat je maar 1 persoon hebt om aan te drijven. En mijn PR is iets van 17 kilometer per uur gemiddeld. Okay. Dus je moet best wel flink doorrennen, wil je dat bijhouden. En de mannen 8, dat is het allersnelste nummer, die gaat tot al 25 kilometer per uur gemiddeld. Ja. Ja, en om aan te geven dat er is een hele prestigieuze wedstrijd, de Henley Royal Regatta in Engeland, als ik het zo goed zeg. Ja. En dat is zo'n beetje de droom van alle... roeiers, zeg maar, over de hele wereld, waaronder ook Olympische roeiers, die willen daar heel graag aan meedoen. Ja. En jij hebt dat wel eens gewonnen. Ja. In 2016, toen probeerde ik me te kwalificeren voor de dubbel 2. En een ploeggenootje die had een buikvirus tijdens het kwalificatietoernooi. En we hebben ons toen niet gekwalificeerd. Toen ben ik terug naar de skiff gegaan en hebben op die manier het seizoen afgemaakt. En omdat ik toen opeens in de skiff zat, kon ik aan Henley meedoen en was ik in staat om Henley te winnen in de skiff. Dat was de derde deelname die ik daaraan deed. Ik had al een keer eerder in de 8 gestart, een keer in de skiff. En toen, dit was de derde keer en de tweede keer in de skiff. En het jaar daarna heb ik ook nog in de dubbel 4 meegedaan en gewonnen. Oh, oké, hartstikke mooi. En eigenlijk ben je naar Eindhoven gegaan na je school hier in Weert, naar de TU. Om bouwkunde te studeren. Ja. Daar ben je eigenlijk nog steeds mee bezig, maar het roeien heeft jou zo gegrepen ja. dat ja. je daar het beste uit jezelf in wil halen. En wat is nog een doel voor de toekomst? Ik zie dat studeren vind ik natuurlijk heel relevant. Mijn maatschappelijke carrière is ook heel relevant. Maar ik zie gewoon mensen om me heen die moeten afstuderen. En dat is eigenlijk wat mij scheidt tussen dat masterpapiertje en wat ik niet ben.
Dat is gewoon heel veel tijd en energie en echt fulltime belasting. En dat zou het roeien dusdanig comprimeren dat ik dat niet waard vind. Omdat ik nu gewoon zie, ik ben nu 30 de skiffeuses, of in ieder geval de allerbeste ter wereld, die zijn begin 30. Dus dit is eigenlijk het moment om die laatste stap te zetten, ja, richting voor jou. De absolute top. Ja. De absolute top, ja, ja. Daar wil je naartoe. Dat, ja. Lekker fanatiek. Ja, dus een kleine botermedaille. Ja. We zullen eens even wat resultaten van Lisa voorbij laten komen. Ja, op 19 januari tijdens het sportgala kan Lisa er zelf niet bij zijn, helaas. Vertel, wat ben je aan het doen dan op dat moment? We vertrekken 16 januari op hoogtestage naar Sierra Nevada. Dat is in de buurt van Granada in Zuid-Spanje. En daar gaan we eigenlijk de basis leggen voor komend seizoen. Dus daar op hoogte. Met wie ga je er allemaal naartoe? De skillgroep van het roeien en een paar boorddames van het roeien. En dat is een groepje van ruim 10 man. Daar gaan we heel veel ergometer, dat is op een roeimachine. Dus we noemen dat indoor roeien, omdat je het dus niet op het water doet, maar op een machine. We gaan heel veel fietsen. Ook hiken de berg omhoog en heel veel krachttrainen ook. En daar gaan we eigenlijk in onze bloedlichaampjes werken. Dat we dat jullie top conditie krijgen. In het begin van het seizoen nog even flink gas kunnen geven. Ah, maar begin december is ook nog iets bijzonders gebeurd, heb ik begrepen. Want je hebt hier in Nederland meegedaan aan een tegenwindfietswedstrijd. Ja. Vertel daar eens het over. Het is een beetje een boerenkoolwedstrijd, maar wel een hele leuke. Ik fiets dus heel veel als alternatieve training. Ja. Ja, op zich, vermogen, dat is eigenlijk kracht per seconde. Dat produceer je zowel met een boot, maar dat heeft heel veel overlap met op een fiets. Dus uiteindelijk die beenspieren, die moeten het allemaal doen. En waar wordt die wedstrijd gehouden? Die is op de Oosterscheldekering in Zeeland, wordt die gehouden. Dat is 8,5 kilometer lang tegen windkracht 7. En daar kan eigenlijk iedereen aan meedoen? Ja, iedereen die wil. En degene die het jaar daarvoor, of de editie daarvoor heeft gewonnen, die is per definitie opnieuw uitgenodigd. Ja, wat grappig. En dan ben je Nederlands kampioen ook in geworden. Ja, ja. Nou, bedankt dat jij dit hebt willen uitleggen in de stoel. En ik zou zeggen, heel veel trainingssucces in Sierra Nevada. Ja. En we zullen het zien wie de winnaar gaat worden tijdens het Sportgala 2018.